Ik ga de buurt van Glanenbrug in op zoek naar junks en dealers en naar het antwoord op de vraag: hoe serieus neemt de politie dit probleem? Op advies van de politie filmt Shelly auto's van drugstoeristen. Dat doet ze vanuit haar slaapkamer. Hier ziet ze iedere dag de ene naar de andere buitenlandse auto. Jullie hebben een leuke buurman hier, twee huizen verder, of niet? Ja, heel leuk buurman. Ja. Wat drugs gedeeld? Allee, ja, wat voor drugs, dat weten we niet. Maar de politie doet weinig. Gisteren was ook even politie geweest. Die komt hier even kijken. 2 minuten later zijn ze alweer weg. Bij die jongen hier? Ja. Dan gaan ze gewoon naar binnen, terwijl ze weten dat er gedeeld wordt. Ja, ze het is allemaal op de hoogte. Tijdens het filmen van de junks op straat worden we steeds vaker aangesproken door dorpsbewoners. Die zijn het zat. En ook de opstelling van de politie. Onderin waar die jaloezies naar beneden zit. Ja. Achteromheen en daar wordt gedeeld. Daar wordt gedeeld? Ja. Oké, zo makkelijk gaat het hier dus. Ja. Weet de politie dat? Ja, maar de politie durft al niks. De politie is bang voor de mensen. Ja? Ja, ook als je de politie belt. Ze proberen altijd af te schuiven of op een ander. Of ze hebben geen tijd. Of ze zijn druk met kaarten of zo, ze zijn altijd wel wat. Waarom denk je dat de politie niet zoveel doet? Ik denk eerlijk gezegd, ik weet niet of het zo is, maar het lijkt me meest logisch dat ze het laten gebeuren. Omdat als het hier niet wordt gekocht, dan moet het ergens anders worden gekocht. En dan komt er dus ook weer ergens anders overlast. We zijn ermee bezig, alleen je kan het ze slecht bewijzen. Maar we zijn er heel druk mee bezig. Het melden van de overlast is voor ons van wezenlijk belang. En ik heb het filmpje gezien wat je hebt gemaakt. En er zijn een heleboel mensen die in mijn visie het niet bij ons gemeld hebben. Ik denk van ja, als je al zo lang last hebt, maar meld het dan ook bij ons.